Hoi, leuk dat je kijkt naar de Tienerkerk. Zoals altijd beginnen we met het aansteken van de kaars. Maar eerst even dit. Heb je de koffie klaarstaan? Heeft iedereen thee of limonade? Leggen de vlaggetjes klaar? Dan gaan we beginnen. Ik steek de kaars aan. Het verhaal van vandaag gaat over de Belgrede. De Belgrede, daarin vertelt Jezus hoe het Koninkrijk van de Hemel eruit ziet. Gelukkig ben je als. Nou, en dan komt er iets. Samen met Anneke heb ik deze overdenking voorbereid en we hebben het erover gehad, over die hele Belgrede. En we vonden het best wel prikkelend af en toe. Er staan best wel vreemde dingen in. Dat gaan we zo meteen lezen. Ik wil eerst nog even een stukje context uit Matteüs 5, vers 1 tot en met 16. Matteüs is een Jood. En dan denk je, nou, dan denk je prima. Nee, Matteüs is een Jood en hij schrijft voor Joden. Dus zijn goede nieuws over Jezus schrijft hij vooral aan Joodse mensen. En hij vertelt dat Jezus aan het begin van zijn bediening een berg opgaat om de spelregels van het Koninkrijk van de Hemel te openbaren. Te vertellen. En hier moet je echt even bij stilstaan. Want dit beschrijft Matteüs niet zomaar. Ga even met me mee. Wie sprak er nog meer vanuit de berg om de regels in het Koninkrijk van God te laten zien? Oude Testament, de berg Sinaï. Dat was God inderdaad, die vanaf de berg sprak. En hij vertelde Mozes de spelregels van het Koninkrijk van de Hemel, die nog steeds hetzelfde zijn, hè? Die blijven altijd hetzelfde. Bijvoorbeeld, gerechtigheid is ook in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, en blijft altijd een zeer belangrijk thema. En nu beschrijft Matteüs dus dat Jezus, deze nieuwe rabbi, die zegt dat hij de Zoon van God is, dat hij ook, hij gaat ook vanaf de berg spreken. En hij deelt vanaf de berg de spelregels van het Koninkrijk van de Hemel. Nou, dat is echt super opvallend. En dat hebben de Joodse luisteraars, de Joodse lezers, zeker opgepikt. Een stukje context dus. Gelukkig ben je als. Dat gaan we samen met elkaar lezen. Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei, het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen. Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen, want God zal goed zijn voor hen. Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn, want zij zullen God zien. Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil, want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort. Misschien schelden de mensen je uit of willen ze je gevangen nemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel. De profeten van vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie nu. Geluk. Het enige echte geluk. Wat is dat eigenlijk? Nou, ik denk dat dat bestaat uit hetgeen God alleen kan geven. De enige echte voldoening in je leven. En er zijn vast heel veel dingen die jou voldoening geven in jouw leven. Je hobby's, je sport, je vrienden, familie. Allemaal geweldig, hartstikke mooi. Maar de echte voldoening, die is alleen bij God te krijgen. En dat wil God
ons ontzettend graag meer geven. En Jezus doet dat door de zaligsprekingen uit te spreken. Hij zegt: het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat ik God nodig ben. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat ik niet meer zonder de Heere God kan. Hij geeft mij de rust en het vertrouwen dat het allemaal goed afloopt. En dat lees je trouwens allemaal in de Bijbel. Dus ik zou zeggen, als je veel met God wilt, lees vooral de Bijbel. Als je het echte geluk zoekt in de Heere God en God alleen, dan staat jouw fundament zo sterk als een huis. En er kunnen stormen opkomen en die kunnen flink rammelen aan je fundamenten. Maar jij weet dat er een God is. Jezus is overwinnaar. Ik wil je een vraag stellen. En denk er even met elkaar over na. Hoeveel hebben jullie met de Heere God? Wat heb je met God? Wat kan God met jou? In de psalmen staat de vertrouwelijke omgang van God is met wie naar hem zoeken. Wie hem erkennen als God. Het echte geluk is God kennen. Dat kan natuurlijk niet volledig. Maar ik ben nu een poosje op weg met de Heere God en ik heb wel gemerkt dat God met mij bezig is. En dat ik God een klein beetje meer ken. Ik ken nog lang niet alles. Dat komt straks pas, als we voor zijn troon staan. Maar ik wil je even meenemen. Ik wil je ook enthousiast maken voor omgang met de Heere God. Want de Heer wil vertrouwelijk omgaan met wie hem erkennen als God. Wat heeft hij met jou? Wat heb je met hem? Heel eerbiedig gezegd, maar wat hebben jullie met elkaar? Je mag nu de video even stopzetten en het er met elkaar even over hebben. Wat heb je met God? En daar zijn jullie weer. Dat is mooi. Ik hoop dat er mooie dingen zijn gedeeld. En hey, wees niet bang hè. Als je niet wat met God hebt op dit moment, is dat niet erg. Dat is geen probleem. De Heere God wordt niet bang of wordt niet paniekerig van jouw twijfel. Echt niet. We gaan verder met de spelregels van het Koninkrijk van de Hemel. Pak de Bijbel er maar eens bij. En kijk eens naar de volgende zaligsprekingen. Zo wordt het ook wel gezegd in de kerk. Sommigen begrijp ik wel, zoals de eerste die we net gehad hebben. Maar sommigen vind ik ook raar en lastig. Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Hoe dan? Ik snap het niet. Snap jij het? Totdat er een moment komt dat je gaat kijken niet meer op gedragsniveau, maar dat je gaat kijken op gevoelsniveau, op je eigen gevoel. Waar word jij warm van? Waarvan denk jij, wauw, dit is zo bijzonder, dit is zo speciaal. Dit zou nog wel eens van God kunnen zijn. Ik hoop dat je het hebt. Ik gun het je zo. Dat je van die momenten kent in je leven ook. Dat je denkt van, oh ja, toen was de Heere God erbij. Oh ja, toen het zo erg ging met, toen was God erbij. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb dat soort momenten vaker bij verdrietige, bange dingen dan bij vrolijke dingen. En dan komen we ook bij het volgende puntje, namelijk de volgende zaligspreking. Het echte geluk is met mensen die verdriet hebben. Hé, hoe dan? Nou, ik wil je even meenemen in een gedachte en je mag het er niet mee eens zijn natuurlijk. Maar als ik op een begrafenis ben, dan lijkt het wel alsof ik God dichterbij voel dan wanneer ik op een bruiloft ben. Waar alles heel leuk en gezellig en mooi is en zo. En wauw. Neem die gedachte eens mee. Of misschien ben je het wel roerend met me eens, dat kan ook. Anneke en ik hebben er samen over doorgepraat.
Van wat zegt dit nou allemaal over ons? Wat willen we hiermee? En ik wil jou ook aanmoedigen. Lees ze zometeen nog eens door. En ga voor jezelf, en nu komen de vlaggetjes, zometeen. Ga voor jezelf eens na. Wanneer jij de rust en de liefde van God hebt gevoeld. Of dat je überhaupt rust en liefde hebt gevoeld. En dat je dacht, wauw, nou, misschien was dat de Heere God wel. Ga dat eens voor jezelf na. En we hebben ook gevraagd aan elkaar, Anneke en ik. Wat maakt geloven nou een ander mens van ons? Want alleen maar Bijbel lezen en naar de kerk toe gaan, daar hoef je op zich zelfs geen christen voor te zijn. Vaak is dat wel zo, maar ja. Wat maakt ons nou anders? En we kwamen er allebei op uit dat we allebei het medicijn, misschien wel het medicijn gevonden hebben tegen de onrust en tegen de angst waarin veel mensen zitten op dit moment. We voelen dat hij voor ons wil zorgen en dat hij erbij is. En nou ja, dat medicijn tegen het virus van de angst, dat kun je alleen bij hem halen. Het echte geluk is voor de rust en de liefde van God. Die wens ik je toe. En hoe kun je nou aan het medicijn komen? Door veel met God te praten. Door veel Bijbel te lezen. Omdat God door zijn woord ook tegen jou kan spreken. Niet hardop, maar vaak in je hart. Ik moest denken aan een heel oud kinderliedje. En ik ben in zingen net zo goed als in tekenen. Dus ik zeg hem even voor. En dat is de volgende. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gerust je hand in die van onze Heer. En dat wil God ontzettend graag jou meegeven, ook vandaag. Ik wil je uitdagen om de tekst erbij te pakken, erbij te houden in de Bijbel. En dan vervolgens daar wat bij tekenen. Iets opschrijven op een van de vlaggetjes die je nu hieronder in beeld ziet. En ik wil je uitdagen om daar eens op te schrijven wat heb je al van God gemerkt in jouw leven? Of wat zou je graag willen merken? Dat kan ook. Ik ben heel benieuwd naar wat jullie op de vlaggetjes schrijven, tekenen. En maak er een mooie vlaggenlijn van. Ik hoop dat het goed gaat. En veel succes. Er zit een prijs aan vast. Dus de mensen die de mooiste vlaggenlijn naar mij opsturen, die winnen een kleinigheidje. De mailadres staat hieronder in beeld. Dus daar kun je naartoe menen. Ik vond het super tof dat je hebt gekeken. Ik neem nu afscheid van jullie. Ik wens jullie nog een hele fijne voortzetting van deze Tielenkerk. En deze kaas blijft branden. En ik hoop dat jullie nog veel mooie momenten met God gaan hebben. Veel zegen gewenst. En heel veel plezier nog met de rest van de Tielenkerk. Dank jullie wel.